Ja, ja, daar komt ie. Mijn naam is Niels Langeveld en ik ben van beroep autocoureur. Ik ben uiterst competitief en wil in alles het maximale bereiken. Ik ga jullie laten zien wat ik er allemaal voor moet doen om maximaal te kunnen presteren en te winnen. Wil je net als ik van je hobby je beroep maken? Blijf dan kijken. Hallo en welkom allemaal bij weer een nieuwe racevlog. En vandaag ben ik niet op een autocircuit, maar op een kartcircuit. En ik ga dit weekend kijken, hier in Berchem, hoe het Mika zijn vijfde kartweekend alweer gaat. Hij staat heel erg goed in het kampioenschap, dus ik hoop ook dat hij dat vol gaat houden. We zijn vandaag bij jouw kartteam. Ja, klopt. Kan jij mij eens laten zien waar jouw kart staat en wat je allemaal gaat doen vandaag? Ja, kom maar mee. Hier staat mijn kart. We hebben nu nieuwe stickers, omdat het team een andere naam heeft gekregen. En andere kleuren, andere stickers zet. Ja, jij gaat straks de trainingen rijden. Heb je er een beetje vertrouwen in? Ja, ik heb er wel vertrouwen in, want de vorige wedstrijden ging het ook goed. Alleen, ik train eigenlijk wel wat minder dan de rest, waardoor ik wel een nadeel heb. Maar ik denk dat het goed is. Ja, want dat is inderdaad wel een nadeel, hè? Wij zijn natuurlijk voornamelijk coach ik jou op het gebied van autosport, omdat ik daar ook meer verstand van heb. Maar ja, die andere jongens, die zijn eigenlijk alleen maar bezig met karten. Want die mogen of nog niet in de autosport, of ze willen eerst nog een jaar karten. Die hebben de focus op één ding. En jij doet eigenlijk dus meerdere disciplines binnen de sport. En dan kan je minder goed op één ding focussen. Ja, precies. Dus jij hebt inderdaad dus nog wel eens tijd nodig om je aan te passen. Weer even aan de kart en die jongen trainen veel meer. Maar desalniettemin sta je derde in het kampioenschap, toch? Ja, klopt. Omdat ik meestal dus zondag wel redelijk veel snelheid heb. Alleen de meeste ik heb de kwalificatie nog niet, dus deze wel nadeel hebben. Ja, en want dat heel eerlijk gezegd, eigenlijk kan je daar gewoon heel erg tevreden mee zijn. Ja, zeker. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het jou vergaat straks in de trainingen en ik ga je volgen. Ja, is goed. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. Go feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Ja, we zijn nu ons klaar aan het maken voor de derde training, daarnaast de kwalificatie. Maar vlak daarvoor moet Mika nog een beetje handarbeid leveren. Hij is nu bezig, probeert even een bandje op de velg te krijgen. Dat schijnt nog wel lastig te zijn. Maar hij heeft het zojuist voor elkaar gekregen. Is het goed, Mika? Ja, gelukt eigenlijk. Is het gelukt? Ja. En wat ben jij aan het doen, Marian? Nou, deze moet van mezelf af. Ik heb gehoord dat jij dat kan proberen. Uh-oh. Marian, wat is dat? Dat is de bandenpers. Dat is de bandenpers, oké. Okay. Jij doet er eentje voor, begrijp ik? Ik hou hem voor je van velg en ik druk ze af en dan mag jij de band eraf te halen, ja? Oké, okay, dat doe ik wat. Ja? Oké, okay. Leuk. Goed, zo zie je maar dat er best wel veel bij komt kijken, hè, Mika. Klopt. Hey, en wat moet jij nou allemaal? Wat moeten we doen, Marian? Nog een keer? Nu moeten de banden er weer op. De banden erop? Oké, okay, en dat is moeilijker? Ja, dat is moeilijker. Oh. Oké. Okay. Oh, maar we krijgen een heel nieuw setje, zie ik. Voor de race. Deze zijn voor de race, Mika. Dus die moeten wel even goed gemonteerd worden, toch? Ja, daarom moet jij het maar niet doen.
Yes. Hey, dit komt niet hier, man. Hij zegt wel op. Hij laat die gasten maar een beetje in de zitten. Wat vind je? Kijk de data. We gaan straks even kijken. Nick heeft net gereden. Toch? En jij wil even kijken hoe je het gedaan hebt. Ten opzichte van bijvoorbeeld Leroy. Want Leroy, jij staat eerst in het kampioenschap op dit moment. Ja, klopt. Jij gaat heel hard, hè? Ja, heel hard, heel hard. Oh, mee, hoor. Heel hard. Kijk dan met de glimlach. Hij is gewoon dus de snelste, maar goed. Ja, bescheiden jongen. Bescheidenheid zie je te mensen. Ten opzichte van wie ga je nu vergelijken? Ten opzichte van de nieuwe setbanden. Nieuwe setbanden, oké. Okay. En nu waren de banden al even gebruikt. Ik wil eigenlijk kijken of die op gebruikte banden de dingen even goed doet. Althans, eigenlijk hopen we zelfs beter als op nieuwe banden. Goed, we gaan nu op weg naar de kwalificatie van Mika. Nu Park van Meijen, dan moet je kwartier van tevoren zijn. En heel veel gaan er al eerder staan, zodat ze als eerste de baan op kunnen. Dus ik ben wel benieuwd. Het spannendste moment. Miek is nu donderdag, vrijdag en vandaag de hele dag aan het trainen. Het is nu al half zes, uurtje of half zes en nu moet het gaan gebeuren. 10 minuten kwalificatie, daar draait het om. Alle voorbereiding gaat om die 10 minuten kwalificatie. Dat is een ontzettend belangrijk onderdeel van je hele weekend. Dus nu gaat het wel spannend worden. Alles lekker? Ja. Ben je gespannen? Beetje. Ja? Heb je er vertrouwen in? Jawel, de laatste training ging het wel goed, dus ik hoop dat het nu wel net iets beter gaat. Wat is het plan? Ja, het plan is eigenlijk om gewoon een beetje binnen vrij te rijden, maar dat is heel lastig, want je weet niet wat de anderen doen en wanneer je de baan op gaan en zo. Dus eigenlijk moet je gewoon een beetje kijken wat de rest doet. Ja, want het is belangrijk dat je goed vrije rondes hebt, hè, om de temperatuur in de band te krijgen en geen vuil op de banden. Als je ergens komt en je komt achterlangs aan een rijden, dan houden ze op of dan moet je inhalen. Of je gaat dat vallen, dat kost tijd. En als je vrij rijdt, maar achter een snellere, dan kan je wel goede tijden rijden. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Oké. Nou, het nieuwe zwarte rubber zit erop. Ik ben natuurlijk razend benieuwd. We staan nu op het punt van beginnen. Het is belangrijk hoe die de baan opkomt. En waar precies. Vincent, jij staat te kijken hoe die de baan opkomt. Ja, precies. Het is belangrijk hoe die gepositioneerd is, hè. Er zit weer achter iemand dus. Zag naar P6 inmiddels, had net wat verkeer waardoor hij zijn lap niet kon rijden. Het is de laatste ronde dat hij het kan doen. Nu moet het gebeuren. Zit vast achter iemand. Daar komt hij aan, achter die met die witte helm hier. Beslissende led heb ik mij door Vincent laten vertellen. Werd zij opgehouden voor die laatste bocht? Hallo. Ja, tweede rondes weg, want het is voor de laatste bocht en die bocht is vol gas. Dus als je daar iemand moet halen, verlies je snelheid. Ook je nieuwe lap ingaat, verlies je de snelheid. Ja. Maar ik ben wel trots op je. Dat is gewoon goed. Ik heb met de bocht gezeten, maar ik heb nog niet bij mij gezeten. Nee. Nou, mooi. Je lijkt wel een soort van mij. Ja,
Top jongen, toppie, toppie. Leuk dat voor de wedstrijd morgen, dat je het ook gewoon bij kan houden, weet je. Want dan kan ik ook met een slipstream, zeg maar, dan rij je ze ook niet gemakkelijk weg. Exact. Dat ook wel wat mensen gaan aanvallen. En start is wel jouw ding, toch? Ja, maar start gaat bij mij meestal wel goed. Dan win ik meestal heel veel posities. Alleen als je het meest verder vooruit komt staan, dan kan je ook meer posities winnen. Nee, ja, nee, klopt, dat is ook zo. Maar ja, weet je, ik heb liever dat je maar vijf posities wint in plaats van 10 en dat je 1 ligt bij die 5 posities in plaats van 10 en je ligt bij 50. Dus, nee joh. Maar, Vincent was ook super tevreden. Dus dat was leuk. Mika die gaat nog even een interviewtje doen, samen met Ed voor het filmpje. En wij gaan ons langzaam klaarmaken om naar huis te gaan straks. En dan kunnen we lekker eventjes wat gaan eten. En dan morgen de wedstrijd, daar kijk ik nu al naar uit. Ben benieuwd, zou het een keer een overwinning kunnen zijn? Dat zou fantastisch zijn. Ja, bedankt voor het kijken. Graag allemaal een blauw duimpje hier beneden onder mijn video. En vergeet je ook niet te abonneren. Ik zie jullie graag terug bij mijn volgende vlog. En mocht je nog vragen, opmerkingen of dingen willen weten, laat het mij dan weten en wellicht dat ik die dan de volgende keer behandel.